Voordat je de ketel installeert, moet je ervoor zorgen dat de opstellingsruimte voldoet aan de installatiehandleiding van de betreffende ketel. Ik heb dit heel vaak verteld, jongens, maar ik kan het niet vaak genoeg vertellen. De opstellingsplaats moet echt voldoen. Er mogen geen brandbare spullen zijn, zoals verf, terpentine of voedingswaarde. Zorg ervoor dat de ketel vrij hangt. De ruimte waar de ketel komt te hangen, daar mag geen bevissingsgevaar ontstaan. Stel voor dat jij de ketel in een tuinhuisje plaatst. Dan moet ik zeggen dat ik dat altijd niet verstandig vind. Maar stel voor dat het voorkomt. Daar is natuurlijk de bevriezingsgevaar heel groot. Dus daar moet je ervoor zorgen. Je voorzorgmaatregelen treffen zoals een vorstkacheltje. Want op het moment dat de ketel in storing treedt in de winter. Dan is die niet beveiligd. En dan kan je je cv-ketel kapotvriezen. En ik heb dat al heel vaak meegemaakt. Ik ga de ketel hier ophangen en ik zorg ervoor dat die recht voor mij staat. Dat is gewoon makkelijk tijdens het onderhoud. Dan hoef ik niet te klimmen of op mijn buik te liggen om het onderhoud uit te voeren. Ik wil gewoon dat de ketel lekker voor mij hangt. Send me a message, like location, I'm gonna come, ask Maja. Zo, de ketel hangt. We gaan hem nu aansluiten. Deze stopcontact zit verkeerd, dus die moet verplaatst worden. De elektricien komt daar morgen voor en die gaat hem dus helemaal hier opzij zetten. Ik begin eerst met de retourleiding. En je ziet, ze komen hier allemaal met flexibele leidingen. En we gaan natuurlijk niet verder met flexibel. We gaan het allemaal netjes buigen met koper en staal. Dat ziet er natuurlijk veel gelikter uit. En je mag dan trots op je werk zijn als je klaar bent. Send me a message, like location, I'm gonna come, I'll smile, whatever you want, it doesn't matter, I'm gonna smile. Dan gaan we persen, ik gebruik hier een verloopje. Pers 20 naar knel 22. En waarom gebruik ik deze keer knel? Omdat het gewoon makkelijk is. Als je dus dingen later wilt demonteren, is het mogelijk. Nou, ik begin eerst met de retour. Plaats altijd zo dicht mogelijk op de keten plaats ik de vulkraan. Dus daarvoor een T-stuk 22 half duim. Die zit vast. Zo. En dan doen we hier de T-stuk voor de expansievat. En daarna doen we de vel afscheiden. En waarom doe ik dat zo? Want dan zit de expansievat na de vel afscheiden. Dat is beter voor je expansievat, want dan gaat die wat langer mee. En de expansievat moet natuurlijk altijd op de retour. Dus vergeet dat niet. Dan ga ik hem met de uiteraanboog ga ik mijn leiding ontbramen. Dat is gewoon lekker snel. In Dagestan, people live in mountain, and you know it's like tough life. And when you have hard life, becomes also very easy because you have motivation. You hungry? All my life I dreamed that I have big fire inside. Big fire inside. 7 billion people, who the best? Who the best? Bring this guy, bring this guy inside of me. With most Allah or with me, God do his job perfectly. Zo. Het is heel erg belangrijk wanneer je de expansievatbeugel aan de muur bevestigt, dat je hem echt stevig bevestigt. Want de expansievat 18 liter, dat betekent dat er 18 liter in kan stromen. Plus het gewicht van de expansievat kan zo naar 20 kilo oplopen. Dus de muur moet echt stevig komen te hangen. Want ik zie wel eens expansievat, die staan helemaal zo gebogen. Of ze levensmoe zijn, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè? Met de kouwe toevoer. Dan gaan we de inlaatcombinatie plaatsen. En een inlaatcombinatie moet je altijd zo dicht mogelijk op de ketel plaatsen. In de koudwaterleiding natuurlijk. En de inlaatcombinatie heeft drie functies. Het is een afsluitkraan. Het is een overstort. En het is ook nog eens een keer een terugslagkrep. Dus dat zorgt ervoor dat het water niet terug kan stromen. Dat is een beveiliging voor je koudwaterleiding. En je moet even opletten, er zit een pijltje op. En dat pijltje moet altijd naar de ketel toe wijzen. Draai je hem op, dan gaat het niet werken. Dan krijg je geen water, want dan zit je terugslagklep tegen te werken. YouTube, I'm kidding. I'm kidding. Klein aandachtspuntje, de vulkraan moet altijd een kraan zijn met een terugslagklep, niet vergeten. De gaskraan moet altijd bestaan uit twee delen, dus een los afneembare deel.
En als je de gaskraan aansluit op de ketel, zorg ervoor dat de vaste deel, dus waar de afsluiter op zit, dat dat aan de buis aan de onderkant vast zit. En dat de deel wat los afneembaar is, aan de ketel vast zit. En waarom doe je dat? Stel voor dat je de ketel wilt demonteren of eraf halen, dan kun je de kraan dichtzetten. En dan kun je deze koppeling losmaken en je kan de ketel weghalen. YouTube, I'm kidding. I'm kidding. I'm not in danger. Nou, dan gaan we nu de aanvoer aansluiten op de cv-ketel. Als je de aanvoer aansluit, is het natuurlijk van belang dat je dus de overstortbeveiliging erop monteert. Probeer hem zo dicht mogelijk op de ketel aan te sluiten, want dan doet hij zijn werk het beste. We gaan zo meteen de rookgas ervoor plaatsen, maar jullie zien dat ziet er niet uit hier. Ze hebben lekkages ooit gehad en ja, dit moet gewoon veel beter. Dus wat ik ga doen, ik ga dit iets veiliger maken. Alle leidingen zijn nu aangesloten. Ik ga nu beginnen met het aansluiten van het rookgasafvoer. En ik ga zo meteen ook het dak opklimmen om het dakdoorvoer aan te leggen. Jongens, geen grap. Op het moment dat je het dak opklimt, zorg ervoor dat je veiligheidsvoorzorgmaatregelen treft. Je bent altijd met z'n tweeën en je hebt je veiligheidsvalbeveiliging om. Heb je dat niet, dan kun je bij mij bestellen de veiligheid Helium Safe Pak. Ik ga je zo meteen laten zien wat dat is. Dus laten we beginnen. De dakdoorvoer zit erin. We gaan nu de rookgasafvoer aansluiten. En een rookgasafvoer moet je altijd echt goed beugelen. Als je wil weten hoe je moet beugelen, check dan de documenten, installatievoorschriften van het merk rookgasafvoer die je gebruikt. Want echt waar, de meeste ongelukken in Nederland komen door slecht gebeugelde rookgasafvoer. Dus daar moet je echt goed op letten dat je hem heel goed beugelt. En je kan beter een afvoer of een beugel extra geven dan één te weinig. We hebben hier een normale aan-uit-thermostaat, dus ik heb hem op 6 en 7 aangesloten. Stel voor dat je dus een modulerende of een open thermostaat hebt, dan moet je hem op 11 en 12 aansluiten. When I was younger, I wanna grow up so fast, but nobody told me it would be so hard. I thought when I grow up, I can. Zie je voor altijd gevuld monteren op de ketel. Like a prison, cause I am free now from my responsibilities. Now I'm away from my fantasies. I'm living 3D in reality. De installatie van deze cv-ketel is bijna afgerond. Ik heb net gevuld en ik heb ontlucht. En ik ga zo meteen mijn O2-afstelling controleren. En ik ga de cv-ketel checken op gaslekkages. En ik controleer natuurlijk ook mijn rookgasafvoer of die niet lekt. Als je wil weten hoe je de onderhoud en de O2-afstelling van de Intergas HRE kunt uitvoeren, check dan de link hierboven. Daar leg ik het je uitgebreid hoe dat moet. YouTube, I'm kidding. I'm kidding. I'm not in danger. De installatie van deze cv-ketel is helemaal afgerond. Het enige wat ik moet doen is de garantiekaart invullen met de klant en opsturen naar Intergas, zodat ik mijn volledige garantie kan ontvangen. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye! YouTube, I'm kidding. I'm kidding. I'm not in danger. My daughter child. It's a joke. Don't buy me for another way.